Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik jullie de nieuwe producten van Essence laten zien. Eerder nam ik al een video op met de nieuwe producten van Catrice. Als je die hebt gemist en hem nog wilt bekijken, ik zal hem hierboven even linken. Maar net als Catrice heeft Essence dus twee keer in het jaar een assortimentsupdate. De eerste update is in februari met voorjaarsproducten en de tweede update dan weer in augustus met de najaarsproducten. En nu zijn de voorjaarsproducten dus weer aan de beurt. Ik word gewoon altijd super blij als ik de persberichten krijg met welke producten er nieuw te verwachten zijn. Want ja, het is gewoon leuk om al een voorproefje te hebben van wat je kunt gaan verwachten. En Catrice en Essence zijn toch wel mijn favoriete merken, omdat ze low budget zijn, niet op dieren getest en ja, gewoon lekker betaalbaar dus, zoals ik al zei. Maar mocht jij benieuwd zijn welke producten ik ga laten zien die nieuw zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga even beginnen met een highlighter, alleen ik twijfel een beetje of dat die nieuw is. Dat is de Glow Like a Mermaid highlighter met de naam Teen Forever Mermaid. Dat is deze variant. Dit is de nieuwe variant. Met deze kleuren. Maar ze hadden natuurlijk al een Glow Like a Mermaid highlighter. En dat is deze. Deze heet ook Forever Mermaid. Maar deze heeft meer roze tinten. Dus als je ze naast elkaar houdt, zie je ook daadwerkelijk wel verschil. Want deze heeft weer wat meer gele ondertinten. Dit is dus de oude en dit is de nieuwe. Maar misschien zijn gewoon de kleuren veranderd. Maar ik vond deze er wel heel erg leuk uitzien. En omdat ik die andere dus ook heel erg fijn vond, dacht ik van nou, dat ziet er top uit. Dus dat is deze highlighter. En die ziet er gewoon heel erg leuk uit natuurlijk door die schubbetjes die in de vorm heeft gekregen. Dan twee nieuwe oogschaduwpaletten. En allereerst heb ik het Nude Eyeshadow paletten met de naam Teen Matching Nude Colors. Dat is deze. Deze ziet er wel weer uit als de eerdere paletjes die ze hebben uitgebracht. Alleen, ja, ze zijn nu dus wat zachter geworden. Want deze heeft een beetje nude tinten, maar ook een beetje bronzer kleuren zie ik. Ik zie rood. Ik vind hem niet super nude, maar het zijn wel wat zachtere kleuren waar je een mooie look mee zou kunnen maken. Als ik hem zo op het eerste ogenblik zie. En dan hebben ze ook de Blushed. Het Blushed Eyeshadow paletten, dat is deze met de naam Teen Matching Rosy Colors. En ja, de kleuren zijn wel oprecht anders. Die ziet er zo uit. Ik vind hem ook vrij nude overkomen. Maar oké, het wel roze tinten. Ik zal ze even naast elkaar houden als dat lukt. Zodat je een beetje het verschil kunt zien. Dit is het roze palet en dit is de nude, het nude paletten. Maar ja, ik vond deze wel super leuk uitzien. Ze zien er ja, vrij basic uit. De verpakkingen zijn niet heel bijzonder, omdat ze wel weer doen denken aan die andere palettes. Dat waren niet de beste verpakkingen ever, maar de kleuren zien er in ieder geval goed uit. En ik hoop dat deze ook weer heel pigmentvol zullen gaan zijn. Dan heb ik een fixing spray. Deze komt uit de You Better Work Gimproof lijn. Deze is zweetresistant en zou je gezicht een anti-shine finish geven. Ja, dit zijn wel producten die heel erg geïnspireerd zijn op het sporten. Maar ja, kijk hoor of dat ook eruit. Nou, hij is natuurlijk nog niet mee gespoten, dus ik kan het niet ruiken. Dat ga ik ook nu niet doen. Maar ik ben wel benieuwd of dat deze echt een sweetproof effect gaat geven. Ik zou het bijvoorbeeld heel fijn vinden in de zomer. Aangezien ik geen sporter ben, maar ja, in de zomer zweet je sneller, dus ja, zou die dat weer houden, tegenhouden, is dat natuurlijk super tof. Dan heb ik uit die lijn ook een getinte dagcreme. Deze zou een anti-shine effect geven en skin perfection. Ik heb hem in de Teen Light. Dat is deze. Ja, ik ben hier eigenlijk wel benieuwd naar. Ik heb zelf geen getinte dagcreme. Ziet, zo, dit is het tubetje, zeg maar. Maar ja, ook dit soort producten zijn in de zomer gewoon heel erg fijn. Dit kun je natuurlijk ook heel makkelijk zelf maken. Maar als je al getinte dagcreme kunt kopen, is dat natuurlijk super tof. Vooral als die goed dekkend is, hoef je hier geen foundation meer bij te gebruiken. Ja, en mochten we weer zo'n hete zomer krijgen als afgelopen zomer, lijkt me dit echt perfect om
ja, te gebruiken. En ik ben ook wel benieuwd of de kleur goed bij mijn huid past. Ik ben voor de lichtste kleur gegaan, omdat die ja, vaak gewoon wat beter matcht de laatste tijd dan donkerdere kleuren. En uit die lijn heb ik ook een Lens Definition mascara. Kimproof en waterproof, dat is deze. Voor een maximale lengte effect en een perfect definition during your workout and your leisure time. Waterproof. Oké, laten we het borsteltje maar even bekijken, want dat is voor mij altijd een dingetje. Ja, oké, dit vind ik op zich wel oké. Hij is niet van plastic. Dat ziet hier wel, is hij wel van plastic? Nee, ik vind het helemaal niet oké. Ik dacht even dat hij echt een haartje zat, maar deze is zo te zien echt van plastic. Daar hou ik niet zo van, maar misschien is de mascara wel heel goed. Maar het borsteltje vind ik persoonlijk niet echt een van mijn favorieten, maar ik ben wel benieuwd naar deze mascara. Dan de hashtag Insta Perfect Liquid Highlighter in de kleur 10 en 20. Twee kleine potjes van 15 ml. Dit is de 10 hashtag Gold Addiction. Die heeft dus een beetje een gouden glans. Ik denk dat je dit moet schudden trouwens. Apply alone to set highlights or mix with foundation for all over glow. Goed schudden voor gebruik, maar je kunt hem dus mixen met je foundation. Maar je kunt hem dus ook gewoon gebruiken. Dit soort producten moet je dan wel onder je foundation gebruiken. Even. Ja, hij heeft ook inderdaad gewoon zo'n druppel effect. Ik ben benieuwd of dat een beetje gaat werken, want daar ben ik niet super dol op. Maar, nou ja, omdat je dit is natuurlijk een vloeibare highlighter, dus dat is deze kleur. En dan heb ik deze kleur. En dat is de 20 hashtag Rose Forever. En deze heeft inderdaad een beetje een roze ondertoon. Je kunt het helaas door het flesje nog niet zien, want volgens mij heeft het flesje de kleur aangenomen van het product, vermoed ik. Ik geloof niet dat dit het product is wat je ziet namelijk. Maar ja, ik ben wel benieuwd naar deze twee lieve, schattige highlighters. Dan heb ik de Dip Eyeliner. Dit is een waterproof eyeliner. Die zou je precieze lijntjes mee kunnen zetten en is longlasting en waterproof. Het flesje ziet er veelbelovend uit. We gaan even naar het kwastje kijken. Oh, kijk, hier hou ik van. Ziet er echt oprecht goed uit. Stevige punt zit eraan. Ik denk inderdaad dat je echt hier heel perfect en precies mee kunt werken. Dat ziet er veelbelovend uit. Ik hoop ook echt dat hij heel erg intens zwart gaat zijn, want daar hou ik gewoon heel erg van. Het is wel een zwarte kleur. Ze hadden deze ook alleen in zwart. Ik vraag me af of je deze ook in de gewone variant hebt. Maar op zich vind ik waterproof prima, want dan blijft het extra goed zitten. Tenminste, als je doet dat hij belooft natuurlijk. Dus dat is de Dip Eyeliner. Dan heb ik voor de lippen de Color Boost Mad About Matte Liquid Lipstick. Dat is deze. En deze hadden ze al in de Finlicious. Dat is een glanzende en die vond ik echt oprecht heel fijn, heel mooi, super intens. Maar nu hebben ze dus ook een matte variant. Ik heb de kleur 7 Seeing Red, dat is dus deze. We gaan hem even bekijken. Oh, wow. En dit is het kwastje of applicatortje. Ziet er echt heel goed uit. Ik zal voor de zekerheid even opzoeken hoe die andere nou heet. Want volgens mij kun je deze wel vergelijken. Volgens mij was het iets met Finlicious namelijk. Dat is de Color Boost Finlicious Liquid Lipstick. En dit is dan, dat is een glimmende variant. Dit is dan de matte. Dus ziet er super top uit. En ik heb ook voor de lippen deze Pumping Nude Lip Gloss. Dat is deze. In de kleur 06 Big Bang. Ik hou gewoon van, ja, mooie lipkleuren. Dit is dan wel weer een lipgloss. Dus deze gaat gegarandeerd glanzend zijn.
Dat zie ik ook al wel op het applicatortje. Maar misschien plakt hij wel niet. Dat is even de vraag. Ik ga even lezen. Het is wel een beetje moeilijk leesbaar, want het zijn gouden letters. Lip pumping in timeless notes. Shades with a glossy finish. En cooling effect. Oh, hij heeft een cooling effect. Oh, waarom staat de ingrediëntenlijstje niet op? Met cooling effect ben ik al heel gauw bang dat er weer iets van mint in gaat zitten. Ik ga even ruiken. Nee, hij ruikt niet naar mint. Dus misschien valt het mee. Maar ik ben wel benieuwd naar deze mooie lipgloss. Ik vond het ook wel een heel mooi kleurtje. Dan nagellak. Er is een hele nieuwe lijn. Dat zijn de Shine Last and Go Gel Nail Polishes. Mickey houdt op. De kat die vindt het ook heel interessant. En daar hoort dus een Extreme Shine Top Coat en een Extreme Last Base Coat bij. Dat is deze. Heeft een innovatieve bonding technologie. En zou beloven dat je 80% langer plezier hebt van je nagellak. Dus dat is de base coat. En de topcoat belooft 86% Confer More Shine. Dus die zou meer gaan shinen. Deze heeft een gloss technologie. En ja, creëert een sterke nagelprotection. Ik kan Engels nooit zo goed vertalen, mensen. In ieder geval, hij zou dus een hele glanzend effect zou die geven. Dus dat is de topcoat. Maar deze stonden dus bij die Shine Last and Go Gel Nail Polishes. Nieuw Quick Dry Gel. Allereerst heb ik de 14 Do You Speak Love. Dat is een donkerrood kleurtje. Staat verder niet heel erg veel op. Alleen Long Lasting Nail Polish. Of dat dit ook gel nagellak is, dat weet ik dan nu eventjes niet. Staat wel op New Quick Dry Gel. Maar ja, ik weet het niet. Ze zijn in ieder geval de vervangers van de gel nail polishes. Dus die kleur. Dan heb ik ook de 07 Party Princess. Dat is deze. Staat er trouwens ook op. Dus ik denk inderdaad wel dat het een gel nagellak is. Deze heeft glittertjes. Dan heb ik de 34 Mister's Brightside. Leuk kleurtje voor van de zomer. Lekker vrolijk. Lekker, ja, lekker knallend. Ik had ook nog geen geel kleurtje. Ja, ik heb wel een geel kleurtje, maar niet zo knallend. Dus het leek mij wel een keertje leuk om zoiets te proberen. Dan heb ik de 41 Big City Vibes. Het is een beetje een bruinachtig bronzing kleurtje lijkt. Het zit ook glittertjes in. Het zag er wel heel erg tof uit. Moet ik zeggen. De kleurtje sprak me wel aan. Dus dat is die. Dan de 23 Party Time. Hier zitten gewoon kleine vlogs in. Glitter vlogs. Beetje paarsachtig. Ik zal hem eens even schudden. Oh, eigenlijk mag dat niet. Maar al gedaan. Ja, hier zitten gewoon hele fijne deeltjes in. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien op de nagels. Dan heb ik de 21 Anything Goes. Een beetje paarsachtig kleurtje. ...46 Black is Back. Hé, hey, we houden van zwart. Ik hou van zwart. Ik kan niet genoeg zwart hebben. Vind ik af en toe gewoon mooi. Maar het zou ook heel mooi in combinatie kunnen zijn met bijvoorbeeld deze. Want ik weet niet of deze echt kleur gaat afgeven. Of dat dit meer met die party vlog zou dat bijvoorbeeld heel erg leuk kunnen zijn. En zwart is ook altijd heel erg fijn als je van die chrome nagellak gebruikt. En de laatste kleur, dat is de 42 Everybody Say Yeah. Dit is een beetje een mintachtig kleurtje. Ik denk dat Nathalie hier heel erg goed op gaat. Want die houdt wel van dit soort kleurtjes. Maar ja, vond ik er ook wel tof uitzien. Ook wel heel erg leuk voor de lente of de zomer in ieder geval. En dan als laatste heb ik nog drie nieuwe oogschaduwpaletten. En dat is de allereerste Hello New York. Ziet er super tof uit, deze oogschaduwpaletten. Dit is het palet 3. Ik weet niet hoeveel ze in ieder geval hebben, maar dat is in ieder geval deze.
En die heeft dus een beetje van dit soort kleurtjes. Een beetje paarsachtig lijkt het ook. Paarsblauwachtig. Ik vind ze nu heel tof uitzien. Er zit ook een handige spiegel in. Wauw, dat is een beetje holografisch. Hoe vet. Ik vind die kleurtjes echt geweldig om te zien. Daar kun je echt een mooie lusje mee maken. Oh, die blauwe, deze, die ziet er echt heel erg prachtig uit. Superleuk. Hello New York. Dan hebben we G-Day Sydney. Dat is deze. En wat voor kleurtjes zitten hierin? Oh, wauw. Ook wel heel erg mooi. Het ziet er ook echt heel erg mooi uit. Wauw, heel belovend hoor, als ik dit zo zie. En de laatste is Salute Perry. En die Eiffeltoren, die is toch geweldig die erop staat. Ik hoop hem echt ooit nog eens in het echt te zien. Ik vind dat Parijs lijkt echt zo'n mooie stad. Wat voor kleurtjes zit hierin? Een beetje zacht. Zachte kleurtjes zijn dit. Wow, ik vind het echt geweldig. Ik vind het echt prachtig om te zien. Hele mooie kleurtjes. Ik hoop ook echt dat ze lekker pigmentvol zijn. Deze heeft trouwens zowel shimmer als matte kleuren, zie ik. Dus ik zal ook nog even bij de andere paletten kijken of dat dat ook is. Ja, dat geldt voor de G-Day Sydney ook. En Hello New York ook. Dus het zijn shimmer en matte kleuren in deze drie fantastische paletten die er nu al gewoon prachtig uitzien. Dan waren dit de nieuwe producten van Essence die ik aan jullie wilde laten zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie al producten uit de nieuwe collectie hebben gekocht misschien of hebben getest. Ben je er tevreden over? Ben ik dan ook gelijk heel benieuwd naar natuurlijk. Ja, ik ben weer razend enthousiast en erg benieuwd hoe deze producten gaan bevallen. Dus mocht je er benieuwd naar zijn, kun je altijd ook even mijn blog volgen. Want daar schrijf ik 3 keer per week een artikel die make-up gerelateerd is. Dus daar komt 3 keer per week een review voorbij van producten wat ik ervan vind. En mocht je nou en denk je van nou, daar zou ik wel heel graag van een product snel een review van willen zien. En je mocht mijn blog bijvoorbeeld volgen, mag je het altijd ook even aangeven. Want dan kan ik daar weken niet mee houden. Voor nu wil ik je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis even abonneren. Als je even op dat belletje drukt, krijg je ook een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. En dan hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!